Goedemiddag. Heren, ik zie een dame. Ik zie één dame hier zitten. Het blijft een mannenwereld, dat telecom. Een mannetje of 50, 60. We hadden 120 inschrijven. No show is tegenwoordig blijkbaar 50%. Maar ik verwacht dat de komende tijd nog wat mensen binnen lopen. We gaan een uur en een kwartier met u praten over de kansen van Link voor het resellerkanaal. Mijn naam is Hans-Peter van Tilburg. Ik ben hoofdredacteur van twee kanaalbladen. Het eerste blad is connectie.nl. Dat is het tijdschrift voor de telecom wat al 12, 13 jaar in Nederland voor het kanaal schrijft over mobiele telefonieoplossingen. Komt een beetje uit de hoek van Nokia, Samsung en KPN, Vodafone, T-Mobile, dat soort partijen. En drie jaar geleden ben ik hoofdredacteur geworden van Channel Connect, ook al bij dat blad verworven. Dat is IT. En op dat moment begint eigenlijk de wereld voor mij te veranderen. Ik werk 10 jaar in telecom en ik heb een aantal jaren voor een distributeur gewerkt, marketing gedaan. Toen was telefonie was een mobiel. Als je nu op straat moet aanspreken wat is voor u telefonie, dan is dat een mobiele telefoon. Gek genoeg was dat natuurlijk 20 jaar geleden, want GSM-masten zijn pas in 1993 door KPN in Nederland geopend. Daarvoor had ik ATF en ATF2. Was de telefonie gewoon een vaste lijn. Hè? 20 jaar geleden, Graham Alexander Bell vond de telefoon uit. Dat was een lijntje van A naar B. Nou goed, het verhaal kent u allemaal. De telefoniemarkt is geprivatiseerd. KPN is geprivatiseerd. En als we vandaag kijken naar de expo, als we vandaag kijken naar Telecom Time, als we kijken naar Link, dan denk ik dat de wereld echt aan het veranderen is. Natuurlijk is het leuk altijd heel te zeggen, nu verandert het echt. Nee, ik goed. Kijk naar de expo, de telefonie anno 2014, want we zijn 2013 bijna erbij, is een totaal geïntegreerd verhaal geworden tussen mobiel en vast. Als je naar de expo kijkt, dan ziet vaste providers die simkaarten brengen, de challenges van de grote operators. Gek genoeg staat KPN, T-Mobile en Vodafone staan er niet met grote stands. Dat zal volgend jaar waarschijnlijk wel zo zijn als gisteren. Ingefluisterd van Telecom Time heeft een totaal nieuwe vibe gekregen. En rechts achterin heeft u de hardware gezien. Er waren partijen die dachten eerst maar een simmetje erin, Samsung of HTC of LG of Huawei. Een simmetje in klaar. Nee, met niemand niks te maken. Maar diegene die vanochtend deze sessie hebben gezeten, was die zullen wat dingen doen, die heeft gezien dat de mobiele telefoon nu een access is geworden naar het vaste telefonie. Ze hebben een totaal geïntegreerd verhaal. En u bent hier in de zaal, als het goed is, allemaal reseller. Even handen omhoog van u die vanochtend de sessie heeft gezien. Dat zijn er ongeveer een stuk of 10. Nou, daar zullen we niet te veel aan herhalingen vallen. Dus u krijgt geen demo's meer te zien. Ik wil even zo meteen starten met één filmpje met customer cases. Dat zijn klanten die Link gebruiken. Vervolgens krijg ik op het podium Charles Whitten van Microsoft. Die heeft alles van het Microsoft Partnerprogramma. Die gaat u vertellen hoe u geld kunt gaan verdienen aan Microsoft Link. En daarna heb ik Start Ready op het podium, Parentix, die volgorde, Ingram Micro en ik eindig met Televersal, Predis. Dat zijn partijen die in het midden in de markt zitten, die u wellicht al kent, die u direct kan benaderen om verder aan de slag te gaan met Link. Voordat ik Charles dus op het podium roep, zijn we een klein groepje. Wat mij betreft maken we het lekker interactief. Steek je hand op, stel een vraag. Uiteraard kan je straks op de plaza ook nog allerlei demonstraties bekijken. Eén ding wil ik wel zeggen, we hebben nu 44 sponsoren rondom, business partners van Microsoft rondom Link. Dat is echt heel veel. Vorig jaar hadden we 20 in de Social Enterprise Society. U kunt trouwens als reseller daar straks ook lid van worden. We gaan resellerprogramma starten in de Social Enterprise Society die wij als channel runnen in samenwerking met Microsoft en die partners. Maar wat ik wil zeggen, het is echt een big thing. Weet je? Als je denkt, nou, mijn klanten hebben er nog niet van gehoord. Als je die hockeystick zo ziet, dan zitten we hier op die curve. Het is als social media. Op het moment dat je op een gegeven moment geen Link of Skype integratie hebt, je natuurlijk altijd telefonieoplossingen, dan ga je wat missen. En je weet hoe hard het kan gaan, de social media, in de kern. Is Microsoft Link natuurlijk het Facebook of het Skype voor professionals. Secure, geïntegreerd met Microsoft Outlook. En het werkt eigenlijk out of the box. En over een paar jaar denken we bij onszelf, we konden godsnaam dat we een Link Day hadden voor een applicatie die zo ontzettend een no-brainer is als Link. Ik ga jullie eventjes een videootje tonen. Ik ben zelf met de cameraman de afgelopen week op pad geweest in heel Nederland. We zijn van Hellevoet Sluis tot aan Heerlen geweest. We hebben 7 cases gefilmd. We hebben 4 filmpjes gemaakt. Ik ga jullie eentje laten zien. Om eventjes een indruk te geven van hoe eindklanten, want het zijn natuurlijk jullie klanten weer, de ervaring hebben met Link. En ik moet zeggen, natuurlijk hebben we de referentiecases
doorgekregen van de partners. Hè. Dus ze zijn niet naar een kwartier gegaan, want die wilden daar komen, maar even niet vreugde. Nee, dat is niet gebeurd. Dus het is wel allemaal wel werven, maar ik was echt gegrepen, serieus, was gegrepen door het enthousiasme waarin deze klanten gebruik maken van Microsoft Link. En met name wat het voor implicaties heeft voor de verandering van de bedrijfscultuur. De bedrijfscultuur moet anders werken. Ik gebruik zelf ook Link, ik ben ook anders gaan werken de afgelopen weken. Veel meer videocalls gehad, conference calls, makkelijker document sharing. En ik moet zeggen, wij hebben een nieuwe jaar in de afgelopen 3 maanden na dit event toe. Ben ik ook zelf enthousiast geworden. Wie van u heeft Link in gebruik nu? Dat is ongeveer de helft, dat is goed. Wie heeft Link in gebruik? Eventjes. U daar, zou u uw klanten aanbevelen? Ja, ik heb net verkeerde uitkering gezien natuurlijk. Ja, en wat zegt u tegen uw klant? Ik gebruik het zelf ook, of een beetje zo verkoop, autoverkoop? Ik heb het zelf ook. Nee, maar dat... Mevrouw, ik heb het zelf ook. Dat is heel anders. Ja, dat is het. Het verandert echt de wereld. Roll the video, please. Nou, de pensioenbureaus die wij voorzien en de IT-voorzieningen kwamen met het verzoek van onze huidige telefonie voldoet niet meer. We hebben meer eisen en wensen en zouden toch wel graag wat mobieler willen zijn. Dan gingen we kijken in de IT-land dan van wat is er op dit moment te krijgen. We zijn van nature een agrarisch bedrijf. We werken met natuurproducten die ontzettend afhankelijk zijn van externe omstandigheden. Dat vereist dat wij heel dynamisch moeten kunnen inspringen op veranderingen. In de organisatie kwam met de bouw van een nieuw gemeentehuis het nieuwe werken naar voren. En om dat goed te kunnen faciliteren kwam er ook een andere behoefte. Dus dan alleen het kunnen praten met elkaar, maar ook gewoon kunnen kijken of het beschikbaar is of niet. En dat is eigenlijk op het moment waarop we zijn gaan kijken naar een andere oplossing. We zien onszelf als een soort A en B voor het schaatsen. Dus we willen ook op die manier de bereikbaarheid naar buiten toe eigenlijk makkelijker maken. Zodat mensen ons directer kunnen bereiken. En ook de vraag makkelijker ergens kwijt kunnen waar ze op dit moment een probleem hebben om iedereen te vinden. Terwijl die telefooncentrale, die ouderwetse telefooncentrale, daar stel je het één keer in en die biedt voor de rest helemaal geen flexibiliteit. Als je dan een keertje op vakantie bent en je bent vergeten met sterretje 21 de boel door te schakelen, dan heb je ook gelijk een probleem, want dan kan niemand jouw telefonisch bereiken. De bereikbaarheid was op de meeste scholen gewoon echt ondermaats. En wat wij wilden realiseren was gewoon echt dat die nieuwe club, duurzamer genaamd, elkaar nou echt eens een keer goed wisten bereiken en konden vinden, dat docenten elkaar goed wisten te vinden, dat scholen elkaar konden bereiken op een makkelijke en eenduidige manier. En daarbij kost het gewoon veel te veel, want die losse centrales. Toen begonnen we Tony Chocoloni, was er één telefoon met 3 medewerkers. Ja. En ondanks dat we groeiden naar 18 mensen, was nog steeds dat ene telefoonnummer voor het hele team beschikbaar. Inmiddels waren we wel zo slim geweest om het aantal telefoontjes uit te breiden. Dus er stonden er 3 verspreid over de bureaus. Maar alle ingaande en uitgangsgesprekken vonden plaats in dat ene nummer. Ja, dat hadden uw klanten ook kunnen zijn. Dat gaan uw klanten worden die hopelijk in de toekomst net zo enthousiast zullen reageren op het gebruik van Link en op een andere manier met elkaar samenwerken als de klanten die ik de afgelopen weken heb gesproken bij ASDL en bij Tony Chocoloni. Maar je zag met name de vorm zo inspireert een hele andere cultuur. Mag ik even het podium Charles bitten? Charles, kom erbij. Welkom, een hoge opstap. Dames en heren, Charles Witten. Charles, even zitten. Sinds wanneer ben jij betrokken bij het product wat nu Microsoft Link heet? En daarvoor heet het voor mij OCS. En hoe kijk je naar de dag van vandaag? Ja, inderdaad. Ik ben begonnen 5 jaar geleden bij Microsoft. In de OCS-tijd, OCS R2, Link 2010, Link 2013. Alles meegemaakt eigenlijk erin. Als ik dan dat vandaag zie, en dan zie waar we eigenlijk vandaan komen, vanaf die UC-dag, dat ik dat organiseerde binnen Microsoft met in het begin 25 mensen.
En ik zie dit hier eigenlijk in de jaarbeurs. Ja, dat maakt me verschrikkelijk trots. En ik zie gewoon dat de groei die we realiseren binnen Microsoft eigenlijk hier ook bevestigd wordt. En de ambities die Microsoft zich gesteld heeft op het gebied van UC zijn minimaals. Aantal aansluitingen in Nederland, mag je daar iets over roepen? Kan je iets over roepen? Nou, dat komt wel terug direct in mijn presentatie. Maar Microsoft is wel zo ingesteld, we zetten de ambitie altijd vrij hoog. Ja. Ja. We groeien hard. Het lijkt ook automatisch dat alles roze geur en maneschijn is bij Microsoft. Maar de targets en de doelstellingen die we hebben, zijn gewoon naar verband. Daar zijn we heel realistisch in. Ja. Nou, Windows Phone hebben jullie nog wel wat werk te doen, heb ik gezien. Maar Gartner heeft gerapporteerd dat je daar wat betere werk zijn. Bijvoorbeeld heeft de demo-gast Dennis en Thijs laten zien dat het net zo goed werkt op een Apple. Dat werkt net zo goed op Android. Dus eigenlijk, we praten hier over een software link. Als een applicatie op welk device dan ook. Ja. Trouwens, zij hebben vanochtend ook op dit apparaat getoond. Dat is echt waanzinnig. Hoe je ziet op je zo'n boardroom-systeem van Smart. Hoe je in één keer 4-5 mensen op beeldscherm kan toveren en iets kan delen. Dus ja, dat is wel mooi. Ik kom even terug naar het thema van deze middag. Resellers en Link. We gaan uit dat we allemaal overtuigd zijn dat het een mooi product is. Dan willen deze heren in de zaal aan de slag. Denk, hey, dat is handel. Ik ga tot nu toe verkocht in PBX of ik verkocht mobiele telefoons. Nu ga ik Link verkopen. Wat kunnen ze dan verwachten? En dan ga ik ze op het podium af en ga je even 20 minuten presenteren. Is er goed geld te verdienen voor deze mensen hier in de zaal? Ja, ik denk zeker dat er heel goede verdiensten zijn bij de veranderende wensen van onze klanten waar we op in moeten spelen. Het is alleen een kwestie van we moeten openstaan voor verandering. Zoals ik net zei, dat komt er ook een beetje terug in mijn presentatie. Maar ik denk dat hier echt geld stilstaan is achteruit gaan. Een organisatie, een reseller die nu zegt van ik blijf bij mijn oude gang van zaken, ik blijf dingen doen zoals ik die 5 jaar geleden doe. Je moet niet verbaasd zijn als het over de wereld over 3 jaar echt anders is dan dat je een echte boot mist. Ja? We gaan hier echt over van een andere manier van samenwerken, of communiceren. En mijn advies is daarop echt haak aan. Ga mee met die vernieuwing. Luister naar de klanten, welke behoeften daar spelen. En speel erin met innovatieve oplossingen zoals Microsoft die gebieden. Ik geef even de vloer aan jou. Als ik zo naar je luister, centrale boodschap is voor u. Kijk goed naar welk DNA je eindklant heeft. Kijk, is het een dokterspraktijk of is het een advocatenkantoor? Of is het een bedrijf dat schoonmaak doet, weet je wel? Dus kijken of een scholengemeenschap, zoals we zien hebben. Weet je? Communicatie is zo homogeen. Elk bedrijf moet communiceren. En toch zijn er per bedrijf typische oplossingen te maken. Dat is wat ik begrijp. Ik ga even jou het podium geven. Straks hebben we Lucas Wensing van Start Ready. Die neemt het over. Ja, dan kom ik even terug nog. Dat is goed. Oké, dankjewel. Goed. Goedemiddag nogmaals. Ik heb een stukje presentatie eigenlijk voor de kick-off van van andere partners die na mij komen. Het is eigenlijk het voorbereide gedeelte erop. Even een korte agenda over wat ik in mijn kwartiers even ga vertellen. Even een korte indruk van waar staan we eigenlijk met Link, waar komen we vandaan, waar staan we nu. Vervolgens ook het verschil van Link ten opzichte van andere traditionele platformen. Heel veel van onze partners die komen vanuit de telecomhoek, die zijn telefoniecentrales gewend. Link is daar toch wel anders in. Dat wil ik even aangeven hierin. En vervolgens ook een stukje informatie naar u toe over hoe te communiceren met Microsoft. Ik heb zelf aan de andere kant gestaan dat Microsoft een organisatie is, als je van buiten kijkt, die best wel veel verandert. Moeilijk de contacten te vinden. En ik wil eigenlijk de eerste aanzet geven van als we in contact gaan komen met Microsoft, u wilt een link practice beginnen in de organisatie, wat zijn nou uw eerste stappen? Welkom. Wil ik eigenlijk overbrengen. Als eerste, Link 2013. Vanuit een gebruikersperspectief en een marketingperspectief zien we inmiddels dat we Link in de fase zijn, nu anno 2013, 2014, dat we echt te maken hebben met een volwassen communicatieproduct. 5 jaar geleden, zoals ik zei, zijn we begonnen. Toen waren we eigenlijk blij toen we pilots deden met 25 gebruikers in een van onze enterprise klanten. Dat was ons hele. Het was een doelstelling op zich om dat te bereiken binnen die grote klanten. Nu zien we dat als we de gebruikerscijfers zien, dat we 2 miljard minuten communiceren wereldwijd met het product. Over 350 miljoen gebruikers. Het is geen vraag meer of Link een volwassen product is.
is here, it's here to stay. Marketing aan de andere kant, in de top 73 markten die we hebben in de wereldwijd, zien we dat we daar echt een heel sterke omzetgroei realiseren. HP gaf het straks wel aan, van we zitten in de curve, in de hockeystickcurve. Ik denk dat ze eigenlijk in die curve behoorlijk aan het versnellen zijn. En vervolgens ook, als we kijken naar credibility van het product, kijken we naar de business, dan zien we dat een heel groot gedeelte van de Fortune 100 gebruikers, bedrijven, het product in een beperkte mate of in volledige mate gebruikt. En dat eigenlijk aangevuld met ons eronder, HostedLink, is dat we niet alleen die enterprise klanten benaderen, maar tegenwoordig met de hostingoplossingen van de partners die naar mij komen, ook in een shared dedicated omgeving voor kleinere en middelgrote bedrijven. Spraakdataconvergentie. Ik kom uit die tijd, van ISDN. ISDN dat je spraak en data over één lijn kon doen. Toen spraken we eigenlijk al over spraakdataconvergentie, maar nu zitten we er eigenlijk met Link middenin. Telecombedrijven zien we Link gaan implementeren en vervolgens ook richting IT gaan. IT-bedrijven zien we telefoniecentrales vervangen. We zitten nu echt midden in die cycle. Dat betekent eigenlijk dat we, inderdaad zoals ik al zei, open moeten staan voor verandering. De tijden veranderen, de klanten veranderen, hun wensen veranderen. Ook gedreven door technologie die aangeboden wordt. 10 jaar geleden, cloud was het toen wel, maar nog langzaam sterk niet in de enterprise segment zoals momenteel. Hetzelfde is met social. LinkedIn, op zich nog een heel jonge organisatie. Als je ziet welke groei social enterprise maakt, ook Microsoft met General, voor social for the enterprise, is dat een hele grote verandering voor de bedrijven. We zien ook, zoals ik zei, andere concurrenten. We zien dat telecombedrijven concurreren met IT-partners voor hetzelfde workload bij de klant. Daar moeten we voorbereid zijn. En vervolgens, omdat we met een Link, ik kon het hier op de stand zien, spreken we toch over een open platform, een multi-vendor platform, waarbij Link eigenlijk de basis is van communicatie. Dat we te maken hebben met een ecosysteempartners die ieder hun eigen value-add product bovenop het product leveren. Eigenlijk zien we de hele transitie van hardwareverkoop naar diensten, software en devices. Wat is er anders binnen Link? Omdat Link het open platform is, is er eigenlijk heel veel meer mogelijk. Het is een basiscommunicatieplatform en eigenlijk elk bedrijf die zoekt uit het ecosysteem partners die componenten die er nodig zijn om aan de klanten, om de wensen van haar klanten te voldoen. En dat is eigenlijk het mooie van Link. Je kan heel specifiek op een bepaald segment focussen als organisatie en die componenten erbij pakken die het best bij die markt past. Ja. Daarbij zeg je altijd, ja, niks moet. Je hoeft geen constant integratie te doen als je klanten niet wil vragen. Je hoeft geen love interset te integreren in je organisatie als je klanten niet wil vragen, maar het kan wel. Ik kom er ook heel veel reseller vragen tegen. Microsoft, hoe begin ik met jullie? Begin ik met bellen met 020, 500, 1500, kom je naar de receptie uit en dan? Hoe pak ik eigenlijk de business op met Microsoft? Ook nog een keer de licenties. Microsoft is een softwareorganisatie. Services en devices. Dat is heel anders dan eigenlijk de traditionele PBX leveranciers. Die echt leveren van kit en maintenance contracten. Maar Microsoft is er anders in geregeld. Hoe ga ik nu om met de verkoop van licenties en het uitrollen van de licenties? En vervolgens, hoe ziet het resellmodel eruit? Op welke producten kan ik nou verdienen? Als ik al hoor dat Microsoft eigenlijk de licenties via een large cap reseller naar de klant brengt, waar zit mijn verdienmodel? En tenslotte wil ik eigenlijk mee wil geven, het Microsoft Partner Network. De eerste stap bij onboarding van Microsoft. Dat is eigenlijk de stap met de laatste met Microsoft. Heel veel partners die bij me komen, zeg ik van als je begin bij het Microsoft Partner Network. De eerste hit als je zoekt op het internet naar partners van Microsoft, als je daar klikt, kom je op het NPN uit. Eén keer klikken op de link van Join Now. En vervolgens kan je enrollen in het programma. Gewoon als registered partner. Als je dat doet, komt er eigenlijk een wereld voor je ter beschikking. Die je inzicht geeft in presentaties, content en dergelijke meer. Waarmee je eigenlijk kan beginnen. Daarbij heeft een organisatie nog geen focus. Het is puur de interesse na. Zegt een bedrijf, ik wil verder met Microsoft Link, ik wil instappen. Ik wil de focus erop houden, ik wil me gaan verdiepen. Dan vervolgens
gaan we eigenlijk in het onboarding programma verder. Waar bijvoorbeeld de silver status. Je bouwt de training op voor technische consultants, voor sales consultants, licentie consultants. Aan de andere kant is natuurlijk de relatie met de technologiepartners. Zodra we even met Link aan de slag zijn, dan is de oplossing niet compleet. Dan gaan we kijken welke producten moet ik aanvullen op mijn portfolio om aan te sluiten op de behoeften van mijn klant. Ja, dus daarom kom je in contact met de technologiepartners daarin. En selecteer vervolgens ook de oplossingen vanuit de distributeurs. De relatie met de distributeurs heet u waarschijnlijk al, met Acceptis, Ingram, Westcom, als ik allemaal opnoem die Microsoft doen. Die verkopen eigenlijk een legio van producten waarbij je eigenlijk centraal kunt inkopen. Team ermee samen en kijk hoe we er op elkaar kan hefbomen. Zoals ik zei, certificeringsprogramma. Naarmate we eigenlijk meer interesse, meer capaciteit van bouwen om de klanten te bedienen, zien we vanzelf dat we vanuit die registered partnership naar de silver status en de gold status komen. En ook nog een keer de support van de partners. Ook de partners als bijvoorbeeld een Audiocode, Plantronics, Jabra, ik wil ze allemaal niet opnoemen, die hebben een eigen certificeringsprogramma om de kennis op te bouwen die u nodig heeft als system integrator. Ja. En daar ligt tegelijk ook de aantoonbare waarde. Want wat is nou de value add van de reseller in het Link-verhaal? Ja. Dat is precies dat gedeelte dat u de systeemintegratie van al die componenten doet. Ja, dus niet alleen het hardware doorverkopen, die kit doorverkopen, maintenancecontract erop. Nee, het is de systeemintegratie, de echte integratie van het geheel. En vervolgens als we één keer aan de slag zijn met Microsoft, het marketing sales. Je ziet hier ook al de partners staan, ook de resellers die er deel van nemen. En kom in contact met de marketingorganisatie, met de sales, solution sales binnen Microsoft, om te kijken hoe we gezamenlijk uw klanten kunnen benaderen, zowel vanuit Microsoft als vanuit de resellerkant. Vervolgens is er ook heel veel vragen over, ja, als ik er één keer ingestapt ben, hoe vindt de klant mij? Daar hebben we vanuit Microsoft eigenlijk een tool voor, bij ons genoemd Pinpoint. Oftewel, uw profiel maakt u kenbaar via het internet. En daar wijzen we eigenlijk al onze klanten naar. Als een klant bij ons komt en zegt van ja, maar welke reseller moet ik hebben voor een video implementatie zoals hier staat, of voor een maintenancecontract op Link, waar kan ik die vinden? Iedereen binnen Microsoft refereert naar de klant. Kijk erbij Pinpoint. Welke klant de juiste statusvoerder heeft, in welke regio de klant zich bevindt. Dat zijn allemaal dingen die van belang zijn, waar wij niet precies weten hoe dat gewogen wordt binnen die klant. Dus de klant maakt zijn afweging met wie die daarvoor in contact komt. Microsoft biedt eigenlijk meer als, zoals ik in de eerste slide al zag, de transitie van telefoneren naar communiceren. We kunnen daarbij IM Chat Presence integreren bij de klant, conferencing, telefonie, video en tenslotte ook communication enabled business processes. Over het laatste stuk is ook een separate sessie, volgens mij rond de klok van 4 in yellow achterin, door Luc Josiassen, die daar dieper op ingaat. Maar al die producten, al die oplossingen kunnen we bij een klant neerzetten. Dat zijn eigenlijk de diensten die we vanuit Microsoft naar het platform kunnen leveren. Daarnaast is het ook mogelijk om diensten vanuit leveranciers te kunnen leveren op basis van Unified Communications. Dus de vastmobiel integratie en et cetera. En het mooie eigenlijk van Link is dat we dat niet doen volgens één vast concept. Omdat we een open platform zijn, hebben we verschillende go-to-markets. Natuurlijk, vanuit Microsoft zijn we heel blij als we kunnen zeggen aan een klant, we vervangen je hele omgeving. Ja, waarbij we de klant in één keer de volledige productiviteit dienst kunnen geven die het geheel biedt. Maar dat is bij Microsoft niet de enige manier. Wij kunnen ook, we zijn zelfs ook heel blij als we bij klanten van u een gedeelte kunnen implementeren. Ja, dus naast het bestaande telefoniecontract, dat misschien nog niet verlopen is, dat we tegen de klant zeggen, als we u productiever willen maken in de organisatie, dan doen we naast de telefonie een stukje conferencing ernaast, of IM Chat Presence. En daar implementeren we Link voor. En dan coexisteert Link eigenlijk naast de bestaande telefonieomgeving. En dat is eigenlijk inherent aan het open platform van Microsoft. Wij koppelen met die bestaande omgeving. Ja, dat kunnen we doen op basis van toevoegen van functionaliteit. Dat we nieuwe functionaliteit toevoegen aan de bedrijfsomgeving. Of dat we zeggen, we gaan bepaalde gedeelten vervangen. Denk bijvoorbeeld aan conferencing. Heel veel bedrijven werken nu nog met conferencing, met
Ik gebruik het zelf ook met alles, helaas, soms genoodzaakt, dat ik in moet bellen op een bepaald dial-in nummer met een pincode. Ja, af en toe heb ik mijn bril nodig om dan die pincode te lezen. En in de auto werkt dat niet echt, dus dat is echt een beetje gevaarlijk. En dan is het veel makkelijker om voor zo'n bedrijf te zeggen, nou, gebruik juist voor het conferencing. Een stukje link, vervang dat, enhance dat met link. Ja, zodat je vanuit je telefoon, vanuit je tablet, vanuit je pc, met één klik op de knop, join conference kan doen. Dat je veel rijker ervaring geeft aan die conferencing functionaliteit binnen het bedrijf. En eigenlijk wil ik zeggen, de reis is eigenlijk net begonnen. Ik weet dat heel veel klanten die vragen om link. Dat zal ja, dankzij onze partners zijn, via de technologiepartners, de system integrators, die heel hard hier aan werken. Maar dat betekent niet dat alles binnen link, alles van link binnen die organisatie aangezet is. Het zou heel goed kunnen zijn dat zo'n klant alleen maar draait op IAM Chat Presence. En dat er nog een heel grote opportunity voor telefonie of voor video daar ligt voor u. Ja. Dus dat is heel goed om te bekijken van wat heeft mijn klant al geïmplementeerd en hoe kan ik eigenlijk op die bestaande omgeving, als die zegt ik heb link al, hoe kan ik daar eigenlijk op inspelen. En graag laat ik aan de volgende spreker over de manier waarop we dat kunnen doen. Dankjewel. Els, dank u wel voor jouw korte en directe uitleg, die inspirerende woorden. Ik vind dit beeld vind ik mooi, weet je, zo'n lange weg. De Rocky Curve zit hier te gaan. Inderdaad, ik denk dat het zo is dat het kleine en middenbedrijf nu pas misschien een paar keer gehoord heeft van Link. En ik denk van, goh, via ik wil het hebben. Het gaat beginnen waarschijnlijk. Ja. En wie van jullie in de zaal verkoopt al Link vandaag? Dus het is... wat? Heeft iemand al een mooi succesverhaal in petto hier? Gaat dat wel goed? Nou, ik kom daar straks eigenlijk even. We gaan de volgende spreker op het podium. Dankjewel, Charles. Ja. We komen dan even op het einde terug. We proberen deze hele sessie een uur en een kwartier te doen. We zijn een half uur onderweg. Op het einde kom je nog even terug. En dan krijgt u de gelegenheid om even wat vragen te stellen aan alle vier de sprekers. Charles, dankjewel. Charles Witten. Iemand van het eerste uur betrokken. Iemand bij het eerste uur betrokken bij Microsoft Link en verkoop is Lucas Wensink. Lucas van Koning. Ik een keertje even lang. Ja, even, dit is wel lekker dit zo. Ja, Lucas, kom even op het podium. Heel even bij me zitten, dan krijg jij het woord. Jij hebt echt een Microsoft achtergrond. Hoe ben je ingerold met Start Ready? Met CEO ja. van Start Ready geloof ik en de baas van de club? Nou ja, als je terugkijkt lijken dingen vaak een beetje toeval, maar we komen inderdaad wel uit die IT-wereld. Ik heb zelf een jaar of zes bij Microsoft gewerkt. En daar zagen we dat adoptie van destijds OCS gewoon heel moeizaam ging bij MKB-bedrijven. En dat kwam omdat het technisch complex was, partners heel veel expertise naar de klant moesten brengen, wat dan weer duur was, projecten niet belang. Nou, een heleboel drempels voor klanten om midmarktklanten om met OCS aan de slag te gaan. Microsoft focuste zich nog niet echt op die doelgroep, dus dat was gewoon greenfield, zoals we dat heel mooi noemen, onontgonnen gebied. We zijn ingestapt, we hebben producten ontwikkeld om die markt makkelijker te kunnen bedienen. Dus een technologische oplossing om eenvoudiger OCS toe aan de praat te krijgen, in de vorm van appliance, eenvoudiger te kunnen beheren. En vanuit daar zijn we verder gegaan, dus we zijn in die markt gerold vanuit een opportunity, we willen iets makkelijker en sneller kunnen. En ja, achteraf zijn we ook in die flow zijn we omgevormd naar gewoon echt een communicatiebedrijf, echt alleen maar link. En dan gaat het echt bij elkaar brengen van de disciplines IT en telecom. En dat brengen we via partners naar de markt. En we zien dat die markt verandert. Waar we in het midden begonnen, ja. Zijn we naar boven gegroeid, maar ook naar beneden. En dat is eigenlijk de laatste toevoeging aan portfolio zou kunnen zeggen. Om ook die grote onder MKB-markt te kunnen bedienen van link. Daar heb je een partnerprogramma op dat partnerprogramma bij, precies. Waar resellers uit deel kunnen nemen. Daar ga jij nu de hele landen aan vertellen voordat ik jou die 8 minuten geef die jou gegund is vanmiddag. Ik dacht weer 31 minuten min 8 is denk ik. Nou, we houden nog veel minuten of 12. Die hockeycurve, herken jij dat? We hebben het een paar keer genoemd vandaag. Zitten we hier met je social media vervlekking mensen. Ik heb er wat plaatjes over. Dankjewel. Even kijken of dit lukt. Kijk, oh, één ding, dit ben ik. Dat zag je misschien niet meteen. Maar bij ons op de stand staat iemand die karikaturen kan tekenen. Dit heeft hij van een foto gedaan, dus ja.
Ik vind sowieso dat mislukt is een tekeningetje. Maar als jullie ook een mislukt tekeningetje van jezelf willen, kom even naar de stand. Dan krijg je dat mislukte tekeningetje. Dat kan je dan als LinkedIn profielfoto of link profielfoto gebruiken. Dat is ontzettend leuk voor vrouw en kind. En zo. Nou. Er werd net even gepraat over waar we staan in de markt door Charles. En Charles praat natuurlijk over zichzelf. Nou, dat is altijd leuk. Nou, hij niet over zichzelf, hij praat over Microsoft en zichzelf daarmee. En er zijn ook andere bedrijven die kijken naar de markt en hebben een wat meer objectieve blik over wat er nu allemaal gebeurt. En een van die partijen is Gartner. En die hebben iets als wat ze noemen een hype cycle. Hype cycle is iets wat Arjen Oudekwart ook al even noemde in de presentatie. Die zei dat Link op dit moment helemaal recht zit op het plateau van productiviteit. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Daar zijn we niet. Kijk, het is moeilijk om te zien, maar er zijn een heleboel producten en dienstinitiatieven die zich in een bepaald stadium bevinden. Van een leuk initiatief waar na een tijdje over dacht van nou dat klinkt leuk, maar dat is toch niet zo makkelijk. Dan zakt het enthousiasme vrij hard in, eigenlijk net zo hard als dat het ontstaan is, om pas in een wat volwassenere fase tot volwaardige bloei en volwassenheid te komen. Nou, en zo vindt een initiatief of product zich ergens op die cycle, na introductie. En je ziet dat... dat er op dit moment een heleboel producten en diensten zijn die in die cycle zitten. Dat is allemaal leuk en aardig en daar zijn dan grote bedrijven mee bezig. Maar het is niet in mijn ogen product die je als een reseller bestaande klanten en producten ook makkelijk kan aanbieden. En dat zijn toch dingen die veel meer in de initiatiefase zitten, maar niet klaar voor verkoop, klaar om volwassen klanten van je mee te confronteren. Het gaat ook niet altijd goed. Een van de eerste of de tweede rode bolletje wat je daar op die lijn ziet. En als je het lijntje volgt en je kan het lezen. Ik zal even helpen. No email initiatives. Dat zijn dus initiatieven om e-mail uit te bannen. Nou weet je, die halen het al niet eens volgens Gartner. Dat zijn nu al, die zijn al obsolete voordat ze op het plateau terechtkomen. Dus zo zijn er allerlei pop-up initiatieven. En hier langs is ook Unified Communications and Collaboration gegaan. En UCNC... Voor de mensen die het al gezien hebben tijdens mijn introductiepraatje, zit bijna helemaal achteraan. Het zit nu in de slope of enlightenment. Bij het pijltje staat UCNC. Oftewel, het licht is gezien. We hebben een behoorlijke adoptie gehad. We hebben de kinderziektes overwonnen. En klanten zijn er nu klaar voor. Op het moment dat we op het plateau van productiviteit zitten, dan stelt Gartner, dan zijn er 30% of meer van de doelgroep is met die spullen bezig actueel. En dit zijn de producten en diensten waar je als reseller op moet zitten. Die daar zitten. Dan is het klaar, dan is het volwassen, dan is de markt er klaar voor. Hoef je niet eerst het hele linkverhaal te communiceren en daarna ook nog eens te zeggen dat jij het ook kan. Dan komen dingen in een soort van tractie en een u vraagt wij draaien. In plaats van dat je alles moet gaan pushen naar de markt. En daar zitten we nu gewoon midden in. Dat merk ik vanuit midmarkt, merk ik in enterprise. En in die onderkant begint dat nu echt te komen. Het is een blauw bolletje, betekent 2 tot 5 jaar duurt het nog. Ik denk 2 jaar in mid- en grote klanten en iets langer in de onderkant, maar dat het gebeurt. Laat me duidelijk, de discussie gaat nu om de wat is dan UCNC, welke doelgroep moeten wij en hoe kunnen we als leverancier daarop op inspelen. Even voor de markt, wij denken dat we met de MKB-propositie die we voor Link hebben, Link for All noemen we dat, de MKB-markt goed kunnen bedienen en dat is een markt, ook in Nederland. Dus er zijn zo'n 17.500 bedrijven in 20 tot 25 segmenten en ook nog eens 4.000 in het 100 segment, opgeteld ruim 1 miljoen users die potentieel gebruik kunnen gaan maken van Link als communicatieplatform. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die nu iets hebben, of iets van jullie of van een concurrent, maar die ook allemaal begrijpen dat het vervangen van een toestel voor een toestel niet echt opportun meer is. Dat er wel meer mogelijk is. En die doelgroep, nou ja, al pak je maar 10% zou ik zeggen, is dat voor jullie toch best aardig. En ook voor ons. Dus wat we doen qua Link, ik heb het al heel even kort kunnen behandelen ook in de introductie van HP. Wij doen Link on-premise. Daar zijn we mee begonnen. Dat doen we in de vorm van een appliance plaatje wat dat aan de rechterkant voorstelt voor mid-market klanten en grote klanten en beheeroplossingen. We doen dat ook op de virtuele infrastructuur die klanten al hebben. Als ze daarop hebben geïnvesteerd kunnen we ook deployment doen op dat stuk. En in de top zie je public link, dat zie je niet. Je ziet hosted met public cloud en private cloud. En voor ons is dat de toevoeging waarmee we eigenlijk de onderkant van het MKB ook kunnen bedienen. Public Cloud is een grote centrale linkomgeving waarmee we de klant tussen de 10 en 100 users van een standaard linkomgeving voorzien. Inclusief telefonie uiteraard, zonder telefonie is niks voor ons. En gewoon op abonnementsbasis. Als je het zou willen samenvatten, is feitelijk dit wat wij Link voor onder. Dus vanaf 10 users in de cloud, vaste prijs per maand.
nou ja, ze zijn dan wat meer van dit soort krachttermen die heel gebruikelijk zijn in de cloudwereld. Het is ook gebruiksvriendelijk. Wat vind je nog meer? Maar goed, dat is voor klanten misschien leuk om te horen. Ik denk dat het belangrijk is voor resellers dat er ook duidelijke toevoegingen in zitten die je nodig hebt om het ook te kunnen resellen. Een klant die dit spul wil gaan gebruiken, moet je ook kunnen provisionen in goed Nederlands. Moet je een wijziging kunnen doorvoeren, je moet zijn nummers kunnen koppelen, je moet een voice response kunnen inrichten. Nou, daar hebben we een portal voor ontwikkeld voor dat soort instellingen die je als reseller dan ook in kan om dus continuïteit bij die klant te leveren. Belangrijk ook voor resellers is dat dit een model is waarin er staat marge en recurring. Niet geheel onbelangrijk. Het is natuurlijk een dienstenmodel, prijs per uur per maand en zo loopt het ook door de boeken van de partner heen. Maar het sluit ook aan bij Microsoft Office 365. En we zien in die markt, dus we zien een beetje zijstap zoals het nu klinkt, maar het is wel een belangrijk onderwerp. Office 365 zit ook link in. En dat wordt ook door best veel klanten gebruikt, ook aan de onderkant van het segment. Alleen in die propositie, daar mist voice. Je kan wel PC naar PC bellen, maar je kan niet je nummer koppelen. Je kan niet nummer porteren, je kan er geen PBX van maken. En dat model, die twee producten, zou je best wel graag willen kunnen integreren. Dat je voor het gevoel aan de klant het product Office 365 aanbiedt, maar dat je daarbij Link for All positioneert om die telefonie daadwerkelijk mogelijk te maken. En Microsoft helpt ons daarin. Ze bieden ook een licentiemodel waarin je die integratie goedkoper kan aanbieden dan als losse componenten. Ik zou even op ingaan, want dat maakt het voor resellers extra interessant om de combinatie aan te bieden aan klanten. En het margemodel op Link for All is, laat ik het anders zeggen, het licentiemodel van Microsoft voor Office 365 is niet zo heel interessant. In ieder geval, daar zit wat minder marge op dan misschien de traditionele telco resellers gewend zijn vanuit hun telco reselling margemodellen. En de Microsoft licentie marges zijn gewoon anders. Ze zijn er. Uit allerlei redenen heeft Microsoft ze zo gemaakt, maar ze zijn gewoon laag. En met een Link for All propositie kan je dat eigenlijk een stukje omhoog brengen, omdat daar weer de normale telco reseller marges op zitten. Wat is een interessanter totaal margebeleid oplevert dan bijvoorbeeld alleen een pitchen van Office 365. Bijvangst, dat is wat ik noem alle diensten en devices die je natuurlijk nog nodig hebt om de totale oplossing bij de klant in productie te kunnen nemen. Dus in gezamenlijkheid heb je het voordeel dat je een volledige communicatie desktop kan leveren aan de klant. Die zit namelijk gewoon standaard in Office 365. Past heel goed op die doelgroep 10 tot 100 users. En wil je daar dus telefonie aan toevoegen, zou je in combinatie met Link for All dat better together scenario kunnen bieden. En het leuke is, het gaat snel natuurlijk, en ik zou graag op de stand wat meer uitleg willen geven over, je ziet het als een klant E1, E3 of E4 heeft, dat hij dan feitelijk licentiekorting kan genieten, omdat er link zit in Office 365. Er zit link in Link for All, maar je hoeft niet twee keer af te rekenen. Dus door het combineren van die offerings kan je een klant gewoon gauw tot een 4 tot 8 euro aan licentiekorting aanbieden, waardoor het ook het gebruik van de combinatie nog interessanter wordt. Wij verkopen en positioneren deze oplossing via distributie. We hebben daarvoor twee distributiepartners, dat is Go, die als eerste distributiepartner is aangevat met ons, en we hebben Ingram Micro. En dat zijn partijen die dus de combinatie, die Link for All propositie met jullie kan inrichten en dat ook bij jullie kan bedienen. Jullie ook support kan leveren en ook de combinatie met Office 365 kan realiseren. Dus je hebt zelf één aankooppunt, zou ik willen zeggen, om of Link for All of de combinatie aan je klanten te kunnen positioneren. Kom even op onze stand langs, als eerste voor de karikatuur. En ten tweede ook om eventjes te kijken naar hoe Link for All werkt en hoe je dat in detail zou kunnen embedden in je eigen organisatie en de producten en diensten die je al levert. Maar het is gewoon hier en nu in ieder geval. Dat is het belangrijkste boodschap die ik wil geven. HP. De hele boodschap is, het gebeurt allemaal vandaag hier in de conferentie. Even voor de duidelijkheid voor degene in de zaal, Link for All, en dan krijg je zo meteen Pieter Gaas van de brand is en Dirk Link Plus. Dat zijn twee producten die zijn rondom het product Link gemaakt. En het is niet zo omdat Link niet goed zou zijn, neem ik aan.
Maar het is een manier om, het is een go-to-the-market propositie, het is Linkfall. Ja, Link als zich is natuurlijk wel, het is, ja, kijk, Link is gewoon een product wat je niet zomaar aan een MKB kan geven. Dat heeft nog steeds heel veel technische impact om het te realiseren. Ja, wat wij toevoegen is een eenvoudig, verkoopbaar, repeteerbaar model. Ja. Dat is de toegevoegde waarde. En nou, wij zelf op kantoor bij Channel ook Linkfall draaien op dit moment. En het is me opgevallen, want we hebben een reseller, dus advisor, die heeft het bij ons neergezet. En ja, het is inderdaad, het goede nieuws is het werkt nu, het slechte nieuws is voor ons de dure lang. Het goede nieuws voor de reseller is dat je moet toch nog wel een aantal stappen doorlopen, heb ik gemerkt, om het goed stevig te draaien. Je moet kijken naar firewall, je moet kijken naar breedbandverbinding, je moet misschien dedicated voice maken. Je moet een aantal dingen als reseller goed zetten, wil het goed en stabiel draaien, zeker als je voice integreert. Ja, je hebt natuurlijk gewoon te maken met de variabelen in de infrastructuur van het land, ook al draait het buiten. En is er geen, heb je toch te maken met die componenten? Ja, firewall, DNS, verbinding kan je er ook mooi mee verkopen, als dat er niet is. Ja. Voor reseller is het interessant. Ja, natuurlijk, je hebt natuurlijk nog de menselijke drempel, HP, waar je even overheen moest om de technologie te adopteren. Het heeft ons natuurlijk een aantal maanden geduurd voordat je het begreep. Je hebt bij ons een kopgroep in het bedrijf die het gewoon echt veel gebruikt. En de groep denkt, dan zal mijn tijd wel duren. En waar zijn we? Ik zit in de kop. Oh, je zit in de kop. Ik ga graag wel hier. Dames en heren, Lucas Wensing. Lucas, ik heb de volgende partij die zeer enthousiast en dedicated en toegewijd met Link aan de slag is op het podium. Dat is Pieter Gaves, die heb ik anderhalf jaar geleden leren kennen als iemand die zeer enthousiast is. Pieter Gaves. Pieter, welkom. Ga even bij me zitten. Iemand die zeer bevlogen, wil ik zeggen, en enthousiast met het product bijna op zich staat aan de slag is. Dat klopt? Klopt helemaal. Maar jij komt uit een andere wereld, en die wereld die heet Enterprise ERP CRM, dus Exact. En dat is toevallig nogal een vrij dominante partij in Nederland, het gaat over ERP en CRM. Ik wil met jou heel even mee beginnen, hè? Want we gaan zo meteen even over Link Plus praten. Die CRM ERP markt en dan UC, hoe kijk jij naar die? Jij hebt zelf een stap gemaakt van CRM of ERP naar UC. Ja, wij zijn jaren geleden, dus alweer 12 jaar geleden, begonnen met het hosten van Exact. Doordat een grote klant van ons toen de tijd vroeg om Exact centraal te brengen in de tijd dat nog heel bijzonder was. En dat is heel hard gegroeid. We zijn daarmee intussen marktleider in Nederland geworden. En daarmee ook Europa. Dat is niet zo moeilijk als Exact een Nederlandse partij is. In 2008 kwamen we tot de conclusie dat klanten eigenlijk ook veel meer vroegen. En zijn toen in de markt gaan kijken. En uiteindelijk hebben we in 2010 toen OCS gevonden, of 2009 zal het geweest zijn. En de laatste paar jaren Link, die uitstekend integreert met de oplossingen van Exact, maar ook met AFAS en Dynamics enzovoort. En je ziet dat klanten uiteindelijk daarom vragen. Ze zoeken over het algemeen niet alleen een vervanging van de telefonie of een UC-oplossing. Zoeken vaak ook een oplossing die dat integreert met de ERP-omgeving, de CRM-omgeving. Ja, dat is een hele logische. Klantencontacten worden vaak 24 keer in een bedrijf ingevoerd. Ja. Als we er nou voor kunnen zorgen, dus al, en als u als reseller daarvoor op de buren staat, uw klanten zegt, waarom zou je een klantcontact 28 keer, 24 keer invoeren? Eén keer invoeren in het systeem en direct alle calls ook die koppelen aan Link in dit geval. Het kan. Het kan, het gebeurt nog niet. Weet je, ik ga die vraag niet nu stellen, ik sta vaak op het podium. Ik vraag aan de zaal wel eens. Wie van u heeft integratie met CRM en UC? Niemand nog? Ik ga het niet nu vragen. Er is een enorme kans. Ik geef jou 8 minuten, Pieter, om wat te vertellen over Link Plus. Ja, dankjewel HP. Ik moet denk ik allereerst beginnen met jullie mijn excuses aan te bieden. Om de simpele reden dat ik deze presentatie niet heb voorbereid. En dat is niet omdat ik dat niet wilde. En dat is niet omdat ik jullie niet belangrijk genoeg vind. Maar het komt simpelweg omdat ik de briefing niet goed heb gelezen. Ik ging uit van een vraaggesprekje van 5 minuten. Ik denk die vijf vraagjes van HP, daar hoef ik me niet op voor te bereiden. Dat zal geen probleem zijn. En toen hoorde ik gistermiddag dat ik ook nog 8 of 10 minuten podium zou krijgen. Maar gistermiddag kon ik geen voorbereiding meer doen, omdat ik met mijn oudste zoon van 10 naar de opname van de Nationale Wetenschapsquiz was. Ik weet niet of jullie dat programma kennen. Het is een programma wat elk jaar wordt opgenomen door het VKRO, wordt uitgezonden dit jaar op tweede kerstdag. En mijn zoon had zich daarvoor ingeschreven, die was door een voorselectie gegaan en ik wilde daar gisteren toch echt absoluut bij zijn. Dus nogmaals mijn excuus, maar ik vertel dit verhaal ook niet zomaar, omdat ik me gistermiddag besefte dat er nogal wat parallellen zijn met waar wij als organisatie ook vandaan komen. Dus daarom wil ik even kort uitleggen wat de Nationale Wetenschapsquiz is voor de mensen die het niet kennen, ik denk de meeste van jullie. Die wordt zowel voor senioren als junioren opgenomen, het is een programma van een uurtje.
En 6 kandidaten, in dit geval kinderen tussen 10 en 12 jaar oud, die krijgen 10 wetenschappelijke stellingen voorgelegd met 3 mogelijke antwoorden. Vervolgens moeten ze daar antwoord op geven en daarna wordt in 5 minuutjes wordt het antwoord toegelicht met een proef, een wetenschappelijke proef. Nou, ik mag er geen voorbeelden van geven, want we hebben natuurlijk een geheimhoudingsclausule moeten tekenen gisteren, omdat het programma nog uitgezonden wordt. Maar de essentie van het programma is om wetenschap toegankelijk te maken en complexe stellingen op een eenvoudige manier uit te leggen. En dat is nou precies wat wij als Parentix 10 jaar geleden zijn gaan doen. In die tijd was hosting nog heel bijzonder. In die tijd waren over het algemeen de applicaties niet geschikt om vanaf een shared platform aan te bieden. En dat is wat wij uiteindelijk wel wilden doen. Wij wilden complexe techniek op een eenvoudige manier kunnen aanbieden. We hebben dat eerst gedaan met Exact, zoals ik net in het vraagstuk met HP heb toegelicht. En we hebben de traditionele producten van Exact hebben we geschikt gemaakt of een platform voor gebouwd waarmee het per user af te nemen is. En dat is tegelijkertijd ook het enige wat we doen. Hosting aanbieden, maar geen implementaties. In al die jaren hebben we een aantal producten daar aan toegevoegd. En ik sta hier nu op het podium daarover wat te vertellen in zaken Link. Zoals ik net al zei, Link is een applicatie die, waar jullie de functionaliteiten allemaal wel van kennen. Daar zal ik in ieder geval nu niet op ingaan. Maar het is ook een applicatie die gebouwd is voor enterprises. Het is een complex product. Onze techneuten zeggen wel eens, het is het complexe product van Microsoft dat ik ooit heb gezien. Omdat er zoveel lagen in het OC-model bij komen kijken. Van netwerk tot beveiliging, van software tot platform. En om dat te kunnen implementeren bij klanten, heb je tijd en budget nodig. En daarmee is het eigenlijk automatisch in principe niet zo geschikt om voor kleinere organisaties aan te bieden. Bedrijven tot 250 gebruikers. En Lucas heeft dat net al laten zien in het staartje van Gartner. Het gaat om meer dan 1 miljoen gebruikers in Nederland. En dat zijn er nogal wat. En over het algemeen willen die klanten wel eigenlijk ook Link gebruiken. Dus wat we hebben gedaan een paar jaar geleden is een enterprise platform Link gezet. Daar wat omheen gebouwd, ingebouwd, opgebouwd en aangebouwd. En gezorgd dat dat een centraal platform is waarbij je vanaf 1 gebruiker Link kunt afnemen, inclusief telefonie. Wij zijn een hostingbedrijf. Dat is ook het enige wat we doen. Dat betekent automatisch dat wij dus eigenlijk nooit bij de klant komen. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Het komt zeer sporadisch voor dat wij of onze techneuten bij de klant komen. Want al onze diensten worden online afgenomen. En we hebben er jaren geleden voor gekozen om onze sales en marketing, of vooral onze sales, helemaal via een partnerkanaal te doen. Zoals gezegd, in de enterprise software markt zijn we daarin marktleider. Daarin hebben we een heel breed partnernetwerk. Maar je ziet dat Link over het algemeen via het IT-resellerkanaal en telecom-resellerkanaal komt. En daar zijn we nu bezig om zoveel mogelijk partijen aan ons te binden. En die partijen te helpen en te ondersteunen bij het implementeren van Link. En daar komt nogal wat bij kijken. Dat begint, daar hebben we het vanochtend hier op dit podium over gehad, vanaf het vooronderzoek tot de implementatie, tot de gebruikersondersteuning enzovoort. En wij hebben ons een doel gesteld als Parentix om jullie, het IT- en telecom-resellerkanaal, te ondersteunen bij het verkopen en implementeren van Link. Dus om terug te komen bij waar ik begon, ons doel was en is, en zal het ook blijven, een complexe techniek eenvoudig te maken. En dat via een indirect model via het partnerkanaal uit te leveren. Dat wil ik graag laten. Dat was iets meer naar telecom. Dat was een korte kracht. Nee, ze kunnen de tijd niet heel goed. Iedereen wil altijd met een poker of straks in de expo om te gaan. Daar heb jij een stand. Daar kunnen mensen wel even een beetje napraten. Jij hebt natuurlijk al een aantal resellers opgeleid de afgelopen jaren. Een jaar of 3 bezig met LinkPlus nu geloof ik. Ja. Wat maakt een reseller succesvol? Je hebt vast wel een paar resellers in jouw netwerken, zeg maar, die zijn lekker bezig. Weet je, wat doen ze nou heel goed? Daar moet je mee gaan praten, want dat vind ik een interessante referentie. Ja, dus heel makkelijk beantwoorden. 1 vraag. Of 1 antwoord. Focus. 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 Wat wij zien is dat veel van onze resellers die kiezen ervoor om heel veel te doen. En dan ben je over het algemeen in heel weinig dingen heel succesvol. En we zien dat onze resellers die ervoor kiezen om alleen maar software implementaties te doen, of alleen maar telefonie implementaties, dat die heel succesvol zijn. Nou, dat is natuurlijk een moeilijk antwoord, want je ziet dat de IT en telecom, het IT en telecom kanaal heel erg naar elkaar toe beweegt. En dat er heel veel kennis nu wordt samengevoegd.
Dus met name IT en telecom, die zouden zullen denk ik een heleboel stappen moeten zetten om te kijken waar hun focus ligt. Maar focus is wel het antwoord. U heeft gehoord, u moet focussen. Dus focussen op telefonie. Dan kan je er een leuke boterham op verdienen. Wellicht kan u ook gaan nadenken over de woorden van Pieter, of integratie te maken met Exact, met Avans, Unit 4, of uiteraard Microsoft. Ja. Als je gaat nadenken over oplossingen die je dan te bieden hebt voor je klanten, dat je dus van telefonie een totaal geïntegreerd systeem maakt, dat je ook gaat kijken wie belde op welk moment, wie belde er met die klant, klantenkaart, registratie, voice recording, het kan allemaal. Ja. Het link kan feitelijk alles. Ja. Dan bent u echt van toegevoegde waarde op uw klant. En dan kun je eens kijken waar die Gartner curve van Lucas Hart zit. Hey, je ziet dat klanten daarom vragen. Hè? Dus ook daar zie je convergentie. Dus je ziet de unifying op al die gebieden en klanten vragen daarom. Dus klanten zoeken die totaaloplosser die met focus de oplossing kan bieden op dit gebied. Pieter Gaars. Pieter, leuk, dankjewel. We hebben graag nog 20 minuten van uw tijd. We hebben nog twee partijen te gaan die het een en ander brengen op de markt. De volgende spreker is Remco van Zutphen. Remco, kom even bij me op het podium. Ga even zitten, we gaan met jou praten over wat Ingram Micro allemaal te bieden heeft. Remco van Zutphen. Remco, ga lekker zitten. Ingram Micro, dat is een partij die heeft 24.000 tot 100.000 SKU's in de magazijnen liggen. Er ligt één SKU tussen, dat is Microsoft Link, ligt op de plank, of het is UC. Of zijn dat veel meer producten eromheen? Nee, je komt aardig in de buurt. Ja, combinatie van. Ja. Nou, een broadliner als Ingram Micro, die gewoon een totaalpakket heeft aan spullenboel voor IT. En sinds een jaar ook een integratie met Brightpoint, ook Ingram Mobility heeft. Jullie zijn met name bekend als een partij die spullen levert. Ja. Maar hoe kom je nou van spullen aan de oplossing? Daar heb je vast over nagedacht. Ik krijg zo meteen eventjes het podium. Ja. En wat kan je voor advies meegeven aan Dries? Ja, Ingram, grote IT, kleine telecom, zou ik maar zeggen. Dus vandaar dat de bescheidenheid ook een beetje past voor ons, denk ik. Nieuwe spelen, maar ook door de marktontwikkelingen in het heilige UC, collaboration, of welke term ook gebruikt wordt, meegegaan in het verhaal. Nou, ik geef jou je 7 minuten, 8. Hè? En als je het rode lampje gaat branden, dan is jouw tijd op. Dan ik het terug. Nee, goedemiddag allemaal. Een tijd geleden vroeg HP, kun je iets vertellen over wat jullie doen met Collaboration UC? En dat vond ik eigenlijk heel moeilijk. Aangezien wij een nieuwe speler zijn op het terrein. En ik ook dacht, ja, er zit waarschijnlijk bij ons anderhalf jaar ervaring en 300 jaar ervaring in de zaal. Dan moet je die nou gaan vertellen hoe het werkt. En dat is heel lastig. Wat ik wel met jullie wil delen daarom is hoe het bij ons eigenlijk geland is. Als company. Wij zijn ook de UC, collaboration, nieuwe werken, hoe je de wereld ook wil noemen, ingestapt. En ja, wat gebeurt er dan eigenlijk met je? En dit plaatje geeft het eigenlijk het beste weer. Toen wij zelf het aanvang namen om ons de kennis en kunde eigen te maken binnen de eigen organisatie, kwamen we in een onderhoud van technieken en oplossingen terecht waar we ook niet helemaal goed meer uit kwamen. En we waren plotseling klant geworden. Dat was best een nieuwe ervaring. Je ziet het al staan, Unified Communications, Beyond, Collaboration, het nieuwe werken, het zijn allemaal termen. Maar waar het eigenlijk om ging bij ons was, 2 jaar geleden waren wij eigenlijk nog een company die eigenlijk 80% van zijn activiteit deed via e-mail en via telefoon. En ik denk dat voor heel veel tijd. Maar gaat gewoon weg. Hoor je iemand? Ik ga wel harder schreeuwen, dan kom ik ook wel uit. Nou ja, microfoons, dus laten we zo nu ook kijken. Inmiddels zijn we een bedrijf wat intern ook werkt met Linken. Ook werkt met Office, altijd al. Ook voor een deel in hosting. Maar ook werkt met audioconferencing, met videoconferencing. Maar natuurlijk nog steeds met telefoon en met e-mail. En wat daarbij kwam was een aantal dingen. We moesten ons een hele hoop techniek en kennis eigen maken. We moesten het de organisatie uitleggen en daar zijn er eigenlijk 2, 3 dingen uit bijgebleven. Wat Microsoft 15 jaar geleden al riep, is dat voor ons begon met eat your own dog food. Ga het gebruiken, maak het juist. Tegen de kin. Oké. Qua tijd wordt het lastig.
Het tweede is, leer ervan. We hebben heel veel moeten leren. We werden ineens klant en we snapten bepaald niet alles. En het derde is eigenlijk, deel je ervaringen met je collega's. Zorg dat je op niets meer haalt. En je ziet dus dat de mensen vanzelf gaan lopen in het project. Inmiddels is Link een integraal onderdeel van onze organisatie. Zowel messaging als conferencing. Nog niet voor Enterprise Voice. Heel eerlijk, maar ik geloof niet dat dat lang gaat duren. Echt hoor. Hij is wel heel zwaar. Het fijne hiervan, is dat je in de positie als klant terechtkomt. En wij praten bij klanten altijd over behoeftes. Ik ben zelf niet zo van de behoeftes en de pijnpunten bij klanten. Ik geloof altijd dat klanten in een proces van verandering zitten. En dat daar wensen en problemen bij horen. En dat hadden wij in dit proces ook. En toen gingen we naar leveranciers. En dat zijn we natuurlijk zelf ook. En dan kom je in een heel ander verhaal terecht, want een leverancier heeft vaak geen oplossing. Maar die heeft een product. En dat product heeft USP's, want wij hebben het allermooiste product dat er is. Dat vertellen wij onze klanten namelijk ook altijd. En het heeft een prijs. Maar wat we heel erg misten, en toch gevonden hebben bij de leveranciers die hier zijn, is kennis en vertrouwen. Want dat was de enige manier om het voor ons draaien te krijgen. Dat heeft geresulteerd in een Link-implementatie, maar ook in een aantal demo-centers waar Link draait, waar Polycom videoconferencing draait. Waar eigenlijk alle technieken die we zelf verkopen nu draaien, zodat we ze kunnen ondersteunen. En van daaruit hebben we gemeend dit toe te moeten voegen aan een resellerprogramma. Want we kunnen over producten praten, maar zonder kennis en vertrouwen werkt het niet. En wat we graag willen met onze resellers, is dat we ze een stukje helpen bij hun businessmodel. Dat doen we inmiddels in partnerprogramma, middels lead generatie en demo faciliteiten. We willen ze helpen met een stukje kennis en educatie. Dat doe je door middel van je certificering, van je salesopleiding, maar ook van je pre-sales support. En dat moet uiteindelijk ook bij onze klanten leiden tot het kennis en vertrouwen om samen zaken te doen. Dit is eigenlijk, heel in het kort, hoe wij het ervaren hebben. Ik ga het vandaag niet over producten hebben. Als u meer wil weten, bent u van harte welkom op onze stand. Waar wij, samen met onze partners, dit programma draaien. Ben ik met de tijd geweest? Ja, je hebt het keurig gedaan, heb ik al bij de tijd. Iedereen had zich voor de tijd. Ik zie dat mensen zin hebben om straks in die expo op de duik om bij jou in gesprek te gaan met. Jullie programma heet Your Way to Collaborate. Dus, we zijn nog een redelijke bakvis op dit terrein, dus verspillenboel niet, neem ik aan. Nou, jullie gaan daar binnenkort allemaal meer over lezen, ook bij ons in de magazines. Ja. Jullie hebben in maart waarschijnlijk drie dev en data, voor iets van 13 maart, een event gaan voor resellers. Ja. Daar bent u ook van harte welkom. We gaan vanuit de Social Enterprise Society, waar Ingram Micro ook lid van is, gaan de komende 6 maanden na het seizoen, de Social Enterprise Society draait op een gebroken seizoen, tot met september een aantal activiteiten ontplooien om uw resellers aan de gang te gaan, om meer kennis op te nemen van Link. En een van die partijen waar we mee doen is met Ingram. 13 maart is een dag, kom er langs. Het gaat om training, het gaat om kennis, het is natuurlijk als reseller prettig voelen erbij. En elkaar inspireren, daar gaat het. Dus dat is een samenvatting. Ja, die niet mooi kunnen zeggen, maar fijn. We gaan even door naar de laatste spreker. Remco, dankjewel. De laatste spreker vandaag is Daniel. Even spreken naar je achternaam, want je bent de vervanger van Hessel. Of we waren wat zieken bij Televersal. En gelukkig wilde Daniel wilde het over. Nou, Daniel, welkom. Hallo, welkom. Televersal, jullie zijn een soort prins weer een acquisitie geweest, of een fusie. Force Access, Televersal, Force Access, maar goed, dat is nu, het bedrijf heet nu gewoon Televersal, geen Predis. Ja, we heten Televersal, we hebben nog steeds het brand Predis. Eigenlijk zijn we een distributeur die ontwikkelt, en niet alleen in de kennis en kunde, hè, maar we ontwikkelen ook onze eigen producten, en ik denk dat het redelijk uniek is in de markt. Dus, maar we hebben de Predis brand, en wij zijn als distributeur samen met Televersal. Ik had een voorgesprekje met Hessel, die eigenlijk hier op het podium zou zitten, en die zei tegen mij, HP, weet je, ik wil niet zozeer over onze producten praten, maar ik wil praten over de oplossingen. Ja, die niet ken ik. Ik wil niet praten over de doos die we schuiven. Ik wil praten over toegevoegde waarde. Ja, jongens, luister, ik ben ook marketingmanager geweest bij een distributeur. Die kennen we wel. Hè? Maar die oplossingen die jullie bieden, hoe ver gaat dat? Weet je? Wat kan je nou meer bieden voor die reseller? De reseller staat bij je klant. En... Ja, we bieden veel meer dan alleen een doosje, want de doosje is niet zo spannend. We praten inderdaad over oplossingen. We zien eigenlijk oplossingen. We hebben heel veel vendors, maar die
Los zijn die allemaal leuk, maar het zijn veel interessanter als we daar combinaties van maken. Dat bedoel ik eigenlijk Hesse ook met oplossingen. We pakken bepaalde producten, die voegen we samen. We maken dat eigenlijk als offer richting onze reseller makkelijker om naar de eindklant te gaan. En om integratiestukken te doen. Dat is eigenlijk volgens mij al wat je had willen vertellen. De komende vijf minuten misschien nog een paar andere dingen geven. Even de tijd aan jou. Ja, ik mis alleen de klikker, maar dat geeft niet. De klikker, waar is de Remco? De remote. Remco geeft die klikker nou. Ja, pik ook alles. Hè? Een beetje competitie is goed, maar zo heel erg. Ja. Kan ook anders, hè? Ja. Nou, welkom. Heel kort, dus Daniel Zaltink. Ik ben portfolio manager bij Televerzel. Wie kent Televerzel niet? Oké. Televerzel is een distributeur. We staan al vrij lang. We zitten in de IT en telecom oplossingen. En we doen eigenlijk al Microsoft Link vanaf 2009. Dus vrij lang. Ik heb 60 collega's plus 20 in de Pridis-tak. Wij doen ongeveer 3000 leveringen. Dat is niet zo heel spannend, want daar zijn we distributeur voor. Hè. Daar hebben we doosjes voor. We hebben ongeveer 700 resellers en we hebben 4 locaties in de Benelux. Dus dat is echt een Benelux distributeur. Heel kort, wie zijn hier de telecom resellers? Niet zo heel veel. Mijn link is ook nog niet zo, dus ik ben benieuwd wat u doet. Ik wil even kort wat vertellen over Pridis. Pridis is een organisatie opgericht in 1994. We hebben eigen producten, we hebben eigen consultants, een stukje professional services en we zijn ook Microsoft partner. En waarom zouden we nu een distributeur, een partij als een Pridis eigenlijk samenvoegen met ons? Omdat we een stukje ontwikkeling willen doen. Wat we zien is dat heel veel vendors hebben oplossingen, maar eigenlijk missen we altijd een stukje daarin. En wij gaan nu met Pridis onze eigen producten ontwikkelen om eigenlijk die gaten die onze vendors eigenlijk hebben om die in te vullen. Maar ook om een stukje integratie. Want vendors, als andere vendors dan Microsoft Link, die zeggen wij zijn de beste, onze UC suite is goed. Microsoft Link is natuurlijk ook hartstikke geweldig. We hebben ook zat klanten die eigenlijk een combinatie daarvan willen hebben. Een van de producten die we daar hebben is eigenlijk de Connexie Enterprise. Is een PC bedienpost voor op Microsoft Link. Waar we eigenlijk twee werelden aan elkaar knopen. Het is niet in de ideale situatie gaan we naar binnen bij een klant, halen alles eruit, stoppen er wat nieuws in. En wat wij eigenlijk doen, is die twee werelden aan elkaar knopen. Ik kom daar zo op een filmpje op terug. Uiteraard doen we veel meer dan dat. Wij doen ook nog andere vendors daaromheen, om eigenlijk ook het Microsoft Link verhaal compleet te maken. Alleen Microsoft Link is leuk, maar als je dat gaat doen met je speakers en je microfoontje, je pc, dan wordt de klant niet gelukkig, want die kwaliteit is gewoon niet voldoende. Dus we hebben daar omheen een aantal producten verzameld die eigenlijk Link compleet maken, aanvullen. Eigenlijk van trunk met Tele2 tot de headsets van bijvoorbeeld Yara. Dan wil ik nu een filmpje laten zien over Connexie. Dat gaat van mijn tijd af. Dus als je het filmpje wil starten. Pridis offers innovative and intelligent communication solutions, such as the Connexie Enterprise. Connexie Enterprise is a powerful attendant console which helps customers and business partners to experience a friendly, competent and fast call transfer to the desired person. Connexie Enterprise offers an innovative combination of tools to optimize incoming call handling, such as a smart search directory, multiple queue handling and elaborate presence information. An incoming call can be handled by using the possibilities offered in your personal workspace and the call handling wheel. To find the desired person, one can use the smart search directory that displays search results as you type. Presence information from different unified communication sources are shown in real time. Displaying internal telephony and calendar availability, allowing the attendant to provide efficient and adequate information to the caller. The operator is able to view the status of any device in the communication cloud. Multimedia communication support allows for sending emails and chat messages using customizable templates. All features and tools are integrated in one console to empower the attendant.
Get to know Pridis Connexi Enterprise. Interaction. Innovation. In control. Het filmpje geeft een aardig inzicht wat de PC met je post kan. Werkt hij 100% op Link, alleen met Link? Ja. Werkt hij in een hybride omgeving? Ja. Wat we hier eigenlijk mee doen, is niet alleen de status van Microsoft Link. Als we bij een klantomgeving komen, die heeft een traditionele PBX, is daar een beetje emotioneel aan gehecht. Gaat toch wat met Microsoft Link doen, is dat hij eigenlijk twee werelden heeft. Hij heeft zijn standaard telefonie, hij heeft zijn Microsoft Link. De ene gebruikt Link, de andere gebruikt dit. Wat we eigenlijk hiermee doen, is dat de attendant die daar zit, eigenlijk allebei die platformen kan zien. En ze kan gesprekken van traditioneel naar Link routeren, vice versa. En ook de statusinformatie kan ze zien. We hebben aan deze kant hebben de presence informatie. Dus op het moment dat ik een gesprek binnenkrijg, ik wil hem doorgaan verbinden, kan ik direct zien wat de status van die persoon is. Niet alleen de status van Link, de presence status, maar ook de status van de telefonieomgeving. En ook direct zie ik zijn informatie, wat voor een afspraak dat hij heeft in zijn agenda. En dus ook die informatie halen we uit. De rest zitten de chatfunctionaliteiten in. Dat zijn de chatfunctionaliteiten van Microsoft Link. Dus we hebben direct inzicht in de chats en dat soort zaken. Link hebben. Dat was eigenlijk een kort het verhaal. Ook keurig in de tijd, Daniel. Ik vind dat jij een goede presentatie hebt gehad voor de stand-in van de stand-in. Nou ja, heel goed. De Servische speler die in één keer de eerste elftal wordt opgesteld om in de zaal te vertellen wat jullie te bieden hebben. Ik ben toch wel onder de indruk van een stukje software-connectie, om weer een andere manier connectie te schrijven. Is het eigenlijk een soort middleware wat je gemaakt hebt? Want jullie zijn ook een partner van Avaya en van Siemens, de company formerly known as Siemens, moet ik zeggen. Unify. Hoe kijk je dan naar die integratie tussen die verschillende platformen? Want klant A heeft Unify, klant B heeft Avaya, klant C heeft Cisco en klant D tot en met Z heeft Link. Dus in het roaming dat kan, hè? Dus, ja, absoluut. Ja. We zien dit echt, hè? Connexie Enterprise, één van de producten, we hebben er meer. Maar Connexie Enterprise is echt de brug tussen die twee werelden. De ideale situatie is natuurlijk alleen maar één type iets. Maar hier maken we echt de brug tussen die twee. En we zien heel veel met telecompartijen die toch gewend zijn om een toestel neer te zetten, telefooncentrale erbij, is dat we eigenlijk die stap makkelijker maken om richting Link te gaan. En ook de integratie te doen tussen die twee. Ja, ik denk dat je gewoon reëel moet zijn. Er zijn bedrijven die zitten in de transitiefase, wat Pieter ook zegt, die willen van de een naar de ander. En natuurlijk in de ideale situatie is de hele wereld bij één softwarefabrikant, hoewel het ideaal is, ook niet voor een reseller of voor mij als uitgever. Dus hoe mooi en lief ik Microsoft ook vind, het is natuurlijk goed dat er verschillende partijen zijn in de markt challengen. Ik bedoel, het is ook niet goed als iedereen een iPhone heeft voor iedereen een Samsung. Een beetje competitie varen wij in de handel ook allemaal wel bij. Dus ja, als jij dat soort koppelingen kan maken, dan bied je echt toe voor de waarde. Ja, absoluut. Oké. Maar iedereen die wat meer wil weten over het stuk software van Televerse en Prinus, is denk ik ook welkom om jullie te zijn. Ja, dan zijn we eigenlijk aangekomen bij het einde van deze reseller-bijeenkomst. Ik denk dat u hier, wat minder mensen in de zaal dan oorspronkelijk ingeschreven hebben, een groot competitief voordeel heeft op uw concurrentie, zou ik zeggen. Dat me niet verder vertellen. Ik ga ervan uit dat u de komende maanden met een van de partijen contact opneemt, met andere partijen op Link Plaza, om aan de slag te gaan met de verkoop van Link. Waar dan niet dat u misschien al aan het doen bent. Ik ben ervan overtuigd in ieder geval dat als je dit stukje software oppakt, naar je klanten brengt en demonstreert dat u echt hoge ogen zult gooien komende jaar, komende 2 jaar volgens Carmen, als we nou echt dit gaan doen. Zorg dat je de eerste bent, zorg dat je voorsprong hebt op je concurrentie, zorg dat je presentaties goed zijn, je marketingmateriaal, zorg dat je boodschap simpel maar toegewijd is. Wij kunnen als Channel Buffet ook nog wel helpen. Word lid van de Social Enterprise Society, dan krijg je toegang tot al die whitepapers, websites, informatie, boekjes. En dan kan je de boodschap makkelijker overbrengen aan je klanten. Ik denk eigenlijk, aangezien het geldstof zo klein is en de 4-5 sprekers gedeeltelijk alweer weg zijn, dat het beste is dat we gewoon lekker naar de plaza gaan. Als u nu een vraag heeft, dan stelt u nu gewoon op de plaza. Dan kom je 1-op-1 in gesprek met een van de heren. Dan wil ik u bedanken voor de aanwezigheid hier. Nog een hele prettige linkdag verder toewensen op de Link Plaza. Graag tot ziens op de summer fair die wij in juni organiseren in Maarsen. Dan gaan we nog eens een keer wat kleiner over ander comité een aantal breakout sessies nog verder inzoomen. Zijn we 6 maanden verder. Dus dan bent u ook welkom. En kijk even op onze website wat wij allemaal te bieden hebben voor resellers op het gebied van Link. Social Enterprise Society, 6link, www.6link.nl.
neem een Telecom Magazine mee bij de uitgang. Daar staan alle partners ingenoemd. Daar kun je zien wie wat levert. En dan wens ik u een prettige dag verder toe. Veel succes met de verkoop van Link. En graag tot ziens op het volgende event.